NOS Jeugdjournaal. Politie op school om misdaad te voorkomen. Protest tegen lancering van ruimtevaartuig Cassini. Levende vogelverschrikkers bij Schiphol. Dag allemaal. Bushokjes slopen, inbreken in auto's, geweld gebruiken op straat. Er zijn steeds meer 14- en 15-jarigen die dat soort rottigheid uithalen. De politie heeft er de handen vol aan. In Rotterdam hebben ze schoon genoeg van die kleine crimineeltjes. Ze hebben een plan bedacht om te voorkomen dat kinderen op het slechte pad raken. Maandagochtend op het politiebureau Delfshaven in Rotterdam. Wijkagent Krijn Barrenhoorn gaat zo aan het werk. Hij heeft een belangrijke taak vandaag. Zo, ik ga de wijk in. Lesgeven op de basisschool. Kijken hoe de kinderen het vinden. Krijn Barrenhoorn is een van de tientallen agenten die lesgeven op basisscholen in Rotterdam. Ze doen mee aan het schooladoptieplan. Een plan dat is bedacht om ervoor te zorgen dat kinderen niet in kleine crimineeltjes veranderen. Want die 14- en 15-jarige rotzakjes halen nogal wat uit. Winkeldiefstalletjes tot scheuren met de brommers en allemaal verkeersovertredingen maken. Sommigen gaan drugs runnen. Al dat soort dingen. De politie en de regering maken zich al een tijdje zorgen over kinderen die op het verkeerde pad terechtkomen. Er zijn 14- en 15-jarigen die gewelddadige overvallen plegen of die uit verveling gaan stelen. En gaan zo maar door. Ik weet niet of je dat voorkomt, maar we kunnen het in ieder geval proberen. En dan denk ik dat doordat je als politieman de kinderen kent, weet wat de achtergronden van de kinderen zijn en ook die kinderen bij de naam aan kan spreken als er iets verkeerd gaat, dat ze wat minder geneigd zullen zijn om gekke dingen te doen. Doe even normaal, heet het plan van de politie. We gaan het hebben over wat doet de politie naar het politiebureau en op reis door politieland. Dat zijn de onderwerpen die we gaan doen. Dus hij vertelt dingen die ik nog niet weet en dan kan ik nog leren heel veel van leren. Ik vond dat hij het wel goed deed. Vind je het belangrijk dat hij op school komt? Ja. Waarom? Omdat hij het toch goed kan voorlichten wat je moet doen en wat je niet moet doen. In groep 7 zit vandaag ook minister Zorgdrager. Zij is de minister die ervoor moet zorgen dat er minder criminaliteit komt in Nederland. Kinderen doen soms dingen die niet mogen. Dat is natuurlijk heel logisch. Dat doen ze thuis en doen ze op straat. En op zich is dat ook niet zo heel erg. Maar het moet niet zo zijn dat kinderen als ze wat ouder worden echt ernstige dingen gaan doen die niet mogen. Kijk, dingen stelen en zo, dan wordt het erg. En dat moet dus voorkomen worden. Er was een feestje vanmiddag omdat de politie van Rotterdam haar project aan alle andere Nederlandse korpsen wil laten zien. Ze hebben er nu 2 jaar aan gewerkt en zijn heel erg tevreden. Ze hopen dat overal agenten les gaan geven. Ik hoef geen boeven te vangen. Ik vind dit veel leuker. En ik denk dat ik hier net zoveel mee bereik als de andere collega's die wel boeven vangen. Het lesprogramma van de Rotterdamse politie wordt al gebruikt op een paar andere plekken in Nederland. En als het aan minister Zorgdrager ligt, staan er straks op veel meer scholen af en toe agenten voor de klas. Wie vanochtend met de auto naar het werk moest in Rotterdam of Breda kwam waarschijnlijk veel te laat. Een vrachtwagen vol met bevroren patat was midden op de weg gekanteld. Het gevaarte kwam op beide weghelften terecht. Niemand raakte gewond, maar er ontstonden wel lange files. Vooral richting Rotterdam stonden de auto's bumper aan bumper. Het heeft de hele dag geduurd voordat de troep was opgeruimd. Ronaldo is de beste voetballer van het seizoen. Dat vinden zijn collega's van de Internationale Bond van Profvoetballers. Geen voetballer maakte het afgelopen seizoen zulke mooie doelpunten als Ronaldo bij zijn club Barcelona. Nu speelt hij in Italië bij Inter Milan. En ook daar maakt hij het ene doelpunt na het andere. Apentrots zijn ze in het Hermitage Museum in Rusland. Want ze kunnen weer pronken met dit schilderij van de Nederlandse schilder Rembrandt. Het kunstwerk werd 12 jaar geleden ernstig beschadigd. Een man was het museum binnengedrongen met een mes en een bijtend goedje. Nu is het schilderij weer als nieuw. Maar het wordt wel extra bewaakt, want niemand wil het nog eens zo lang missen. Even een frisse duik.
Niet zo raar voor een Zuid-Afrikaans nijlpaard, maar in een privézwembad. Het beest is er waarschijnlijk 's nachts ingesprongen om zich te verstoppen toen er in zijn kudde ruzie was uitgebroken. Het zwembad was een veilige plek, maar de eigenaar schrok zich wel een ongeluk. En hij was niet de enige. Het nijlpaard vond de aandacht allemaal wel best en draaide zich nog eens lekker om. Voorlopig blijft hij aan de grond, de onbemande raket met het ruimteschip Cassini aan boord. De lancering zou voor morgen zijn, maar het weer is te slecht in Amerika en er zijn technische problemen met de raket. Actievoerders willen dat de raket helemaal niet vertrekt. Zij vinden de Cassini veel te gevaarlijk. Vanmorgen bleef de raket dus nog even staan. De lancering is een paar dagen uitgesteld. Er is jaren aan gewerkt aan het ruimtevaartuig door Europese en Amerikaanse deskundigen. Cassini is het moeilijkste ruimtevaartuig dat ze ooit hebben gemaakt. Het zit vol met allerlei ingewikkelde toestellen. Dat moet ook wel. Nog nooit heeft een ruimteschip zo'n verre reis gemaakt. 1400 miljoen kilometer naar de planeet Saturnus. Een 14 is dat met 8 nullen. Bijna 7 jaar doet de Cassini over die afstand. Hier zie je in een tekenfilm hoe hij in het jaar 2004 bij Saturnus moet aankomen. Eén apparaat uit de Cassini komt dan neer op Titan. Een klein maantje is dat die bij Saturnus hoort. Daar gaat hij onderzoek doen. De afgelopen maanden is er veel geprotesteerd tegen de lancering omdat er een levensgevaarlijke stof aan boord is, plutonium. Die stof is radioactief, mensen kunnen er kanker van krijgen en doodgaan. De actievoerders zeggen, stel dat de raket ontploft bij de lancering, dan komt dat plutonium in de lucht en kunnen er heel veel mensen doodgaan. En ook later, tijdens zijn lange reis, komt de raket nog eens in de buurt van de aarde in 1999. Ook dan zou het mis kunnen gaan en zou de plutonium op de aarde terecht kunnen komen. Niet doen dus, vinden de actievoerders. Even if the odds are one in a thousand that there might not be an accident, should we take a chance and risk endangering tens of thousands of people and radiating the planet? De deskundigen die de raket hebben gemaakt vinden alle protesten overdreven. We weten heus wel wat we doen, zeggen ze. And in fact, we wouldn't even be doing this mission if we weren't convinced it was safe. If there's an accident at the launch pad, it does not put any of the local population in danger at all. Maar zolang de raket met het plutonium op de grond klaarstaat, gaan de protesten door jong en oud door. Vanmorgen werd de lancering dus uitgesteld. Nu zal de Cassini niet voor aanstaande woensdag de lucht in gaan. Als het weer dan tenminste beter is en de technische problemen zijn opgelost. 60 kinderen uit Stadskanaal in een weiland bij Schiphol. Nee, niet om te protesteren tegen de geluidsoverlast van de vliegtuigen, maar om een kunstenaar te helpen bij het maken van zijn kunstwerk. Verkleed als vogelverschrikker trokken de 60 leerlingen in hun herfstvakantie de wei in. Afgelopen week schreven ze al een opstel over hoe het is om een vogelverschrikker te zijn. Ik heb geschreven over een vogelverschrikker dat hij het eenzaam vond en dat hij het niks aan vond om hier te staan. En wat vind jij daarvan? Ja, ik vind eigenlijk als je heet het zo moet staan, dan krijg je lamme armen. Ja, erover schrijven is nog wel leuk, maar voor een uurtje vogelverschrikkertje spelen valt lang niet mee. Koud. Ja, het is soms regen, hè. Ja. Oh, het is wel mooi. Maar om het altijd te doen, dat is niet mooi. Oh, wel koud, maar ik vind het wel leuk. Je vindt het wel leuk om vogelverschrikker te spelen? Oh, jawel hoor. Zolang het maar voor één dag blijft. Kunstenaar Chris Westen wil in het jaar 2000 symbolisch 2000 vogelverschrikkers maken. Als kunstenaar heb ik ontdekt dat vogelverschrikkers al meer dan 100 jaar toeschouwer zijn van ons. En dat vond ik heel bijzonder. En die vogelverschrikkers die gaan ons vertellen van de afgelopen eeuw wat die allemaal gedaan hebben. Misschien dat de vogels wel geschrokken zijn van de vogelverschrikkers. Hun ijzeren broertjes in ieder geval niet. Morgen is het iets minder guur weer dan vandaag. Er is vooral minder wind. Wolken zijn er wel en er kan ook een bui regen vallen, maar af en toe schijnt ook de zon. En het wordt ongeveer 12 graden. Dat was het. Morgen zijn we er weer. Nog een leuke avond en tot dan. Dag.